Je bent een zelfstandig ondernemer en wilt graag dat jouw website goed vindbaar is op internet. Nou zijn er allerlei bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Eén daarvan is Vandaag Online. Een bedrijf dat gouden bergen belooft als je met ze in zee gaat. Maar het blijft bij beloftes. En ook nog eens hele dure beloftes. Fleur maakt tassen en verkoopt ze via een webshop. Heel veel bezoekers heeft ze niet. Begin oktober wordt ze gebeld door het bedrijf Vandaag Online. Die kunnen haar helpen om hoger in de Google-ranking te komen. Met meer klanten dus. Daar heeft ze wel oren naar. Ja, ik zou graag wel meer bezoekers op mijn website willen. Dus daarom dacht ik dat het een mooie kans was om meer bezoekers te krijgen en meer klanten te krijgen. Om dan met hun in zee te gaan. Vandaag Online wil graag bij haar langskomen om door te spreken wat ze voor haar kunnen doen. Toen deed ik de deur open en toen stonden er dus twee mannen in pak. Ja, ik schrok er wel een beetje van. Ik schrok wel een beetje van dat er dus twee mannen in pak opeens voor mijn deur stonden. Toen gingen ze een verhaal doen, dus dat ze me meer klanten kunnen opleveren. Dat ik hoger in Google kwam te staan. En dat allemaal voor een prikkie, dus eigenlijk gewoon voor bijna geen geld. En toen kreeg ik een formulier te zien waar ze allemaal bedragen, waar allemaal bedragen op stonden. En daar stond dus. En dat streepte ze allemaal met veel omhaal door. En daar maakten ze allemaal al nul van. Dus alsof het leek erop alsof het een gratis dienst was wat ik kreeg. Gon uit Haarlem heeft een website met Bach bloesemolie. Haar overkomt hetzelfde. Ze wordt door Vandaag Online benaderd. En ook bij haar komen er, na een kort telefonisch gesprek, twee mannen in pak aan de deur. Ik heb ze koffie aangeboden en ze kwamen al snel met allemaal papieren op tafel. En zei van, ik heb gegoogeld naar uw naam en op bepaalde zaken waarop je denkt dat, nou, daar word je op gevonden. Maar zei, ja, u staat helemaal niet bovenaan in Google, dus wie vindt u nu eigenlijk? De goed geklede heren komen al snel met een voorstel en een offerte. Ze maken het erg aantrekkelijk, want veel diensten waar ze normaal geld voor moet betalen, krijgt ze gratis. Ze komt nu uit op een bedrag van €5,50 per dag. En dat voor 2 jaar lang. Ik had al meermalen geprobeerd om het contract te lezen. Maar achteraf kwam ik ook achter dat elke keer dat ik pakte ik het contract. En dan kwamen ze weer met de iPad of ze kwamen weer met andere praatjes. Dat ik eigenlijk amper de tijd kreeg om het contract goed door te nemen. Ondanks haar twijfel besluit ze voor de aanbieding te gaan. Ze tekent het contract. Ze hadden bijvoorbeeld gezegd van ja, binnen 3 maanden kunt u stoppen met onze diensten. En ik keek ook achteraf op de site en het staat er dan inderdaad ook. Maar er staan dan kleine lettertjes dat dat echt niet kan. Dat je er gewoon echt voor 2 of 4 jaar aan vast zit. Ja. En dan zitten beide dames inderdaad ineens aan een contract vast. Gon moet in totaal €5.000 betalen. Maar denkt dat ze het binnen 3 maanden kan opzeggen. En Fleur denkt dat ze alleen eenmalig €179 moet betalen. Ik ging het contract doorlezen en toen zag ik dus dat het helemaal niet ging over een bedrag van eenmalig €179. En dat het een 2 jaar contract was, maar het was een 4-jarig contract. In totaal zou het me ongeveer €10.000 gaan kosten. En dat is een flink bedrag. Dus je zou zeggen dat er dan veel werk in haar website wordt gestoken door Vandaag Online. Volgens hun statistieken hebben 1000 mensen op haar advertentie geklikt. Fleur ziet er echter niks van terug in de bezoekersaantallen. We nodigen online marketingdeskundige Bart Meerdink uit om te kijken naar de werkzaamheden van Vandaag Online. Wat ik zie, wat Vandaag Online voor Fleur heeft gemaakt, is dat ze eigenlijk een aparte website hebben gemaakt naast haar bestaande website. Dat is al een beetje gek. En naar die aparte website gaan ze wat banners en advertenties inkopen. Klikken mensen erop en die komen dan op die aparte website terecht. En daarnaast is die niet goed geoptimaliseerd om vindbaar te zijn binnen Google. Je ziet bijvoorbeeld dat de plaatjes geen omschrijving hebben. Je ziet dat de structuur van die pagina niet logisch is. En daardoor is voor Google ook niet makkelijk om deze pagina te indexeren. Als je kijkt naar de werkwijze en het product van Vandaag Online. Ja, ik kan er niks anders maken. Het is online kwakzalverij. Het is agressieve verkoop aan de deur. Je moet meteen tekenen, want paaskorting, voorjaarskorting, morgen niet meer geldig. Nou ja, je kent de trucken. Het product wat zij vervolgens bouwen lijkt interessant, want wie wil er nou niet goed vindbaar zijn binnen Google? Alleen, het gaat haar niks opleveren. De code is niet slim opgebouwd, de kliks zijn niet relevant. Dus op het oog lijkt het best wel wat, maar het is het geld niet waard. Ja, Fleur en Gon zitten dus vast aan een duur contract van 1000 euro's. Maar beter vindbaar via Google zijn ze niet. En als ze van Vandaag Online af willen, moeten ze heel veel geld betalen.
Ik dacht dat ik het tekende, dacht ik dat er altijd nog wel een mogelijkheid is om het onder het contract uit te komen. Dus dat er een bedenktijd is. Maar dat ik dus de volgende dag opbelde, was er geen mogelijkheid om er van onderuit te komen. Ze hebben ook niet gezegd dat ik 45% van het vierjarige contract van dus 10.000 euro moet betalen als ik het dus opzeg. Dat betekent dus dat ze 4500 euro moet betalen om onder het contract uit te komen. Ook Gon wil haar contract ontbinden, maar moet daar ook 2200 euro opzegboete voor betalen. Ja, ik dacht van, nou, ik ben vast beschermd door de comportagewet. Maar ja, het blijkt zo dat inderdaad voor consumenten geldt en niet zozeer voor ondernemers. Ik ben gaan googlen en toen kwam ik inderdaad erachter dat vandaag online dat er nog meer soortgelijke bedrijven zijn die ook van deze manier zijn. En dat daar dus wel klachten staan op allerlei klachtensites. En daar ben ik eerlijk gezegd enorm van geschrokken. De oprichter van Vandaag Online heeft al veel langer ervaring met het benaderen van kleine zelfstandigen om hen een contract te verkopen. Hij was namelijk ook betrokken bij allerlei andere bedrijven waar toevallig dezelfde klachten over bestaan. Namelijk Noord-Nederland Online, Zuid-Nederland Online, MKB Online Adviseurs. Fleur belt de heren nogmaals. Ik wilde dus onder het contract uit te komen en toen heb ik ze uitgenodigd om weer hier te komen. De mannen, wederom in pak, zijn een half uur binnen om haar te vertellen dat ze het contract niet kan ontbinden. Fleur neemt het gesprek stiekem met haar telefoon op. Wij spelen het gesprek na. Ik heb nooit de tijd gehad om het contract door te kunnen nemen. Mm-hmm. Het moest op dat moment getekend worden. Ja. En ja, ik had dus geen bedenktijd en ik had daarna ook gelijk spijt. Er is gevraagd, je mag meedoen, je hoeft niet mee te doen. Er wordt benoemd, je zit aan het contract van 2 jaar vast. Als je het contract zelf leest, is het 4 jaar. Nee, dus 48 maanden is jou ook... Bij ons is 2 jaar gezegd. Nee, we hebben geen 2 jaar gezegd. We hebben 48 maanden gezegd. Dat is misschien omdat je zo denkt, maar dat is niet wat wij hebben gezegd. Absoluut niet. We willen best met je meedenken in het verhaal naar die 48 maanden terugzetten naar 24 maanden. Omdat daar dan eventueel een miscommunicatie in is geweest. Maar heel kosteloos een overeenkomst ontbinden niet, want wij hebben ook geld uitgegeven. Maar als we hier alleen maar zitten om aan te horen dat we dingen niet goed doen en dit niet goed doen en dat niet goed doen. Na een half uur zijn de heren weer weg. En Fleur zit nog steeds aan het contract vast. Qua papieren zou ik er niet zo snel onderuit kunnen komen. Want op papier staat het wel gewoon zo. Maar de manier hoe ze het hebben verkocht, dat was een hele dwingende manier en misleidende manier. Ja. Ik zeg altijd, het is meer een babbeltruc. Dus dat vind ik het ergste. Dat deze mensen je blijkbaar hier er zo in kunnen luizen. Dat je daar dan met open ogen instinkt. Ja, heel zuur. Tja. Vandaag Online herkent zich niet in de beschrijvingen van verkoopgesprekken. Volgens het bedrijf worden alle punten samen met de ondernemer stapsgewijs doorgenomen en tekent die naar goedkeuring. Ook geven ze aan altijd naar een passende oplossing te kijken. Maar als dat niet lukt, het aan de rechter over te laten. De complete reactie die staat op onze site. Bij mij aan tafel zit Jeroen Thiele, advocaat ondernemings- en faillissementrecht. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, die mannen komen bij je thuis, doen woordelijk hele mooie beloftes. Je zou kunnen zeggen, misschien ook niet zo slim dat je niet het contract doorleest voordat je het tekent. Maar anderzijds lijken die beloftes juridisch toch ook wel iets waard? Of wordt dat zo onder tafel geschoven door de rechter? Van tafel geschoven. Nee, absoluut. Als je kijkt naar de uitleg van een overeenkomst, is altijd aan de ene kant de overeenkomst van belang, maar aan de andere kant ook wat hebben partijen besproken. Ja, het is natuurlijk altijd zo, die overeenkomst die ligt op tafel. Dus dat is makkelijk om mee te zwaaien van dit is het. En die bedoelingen die besproken zijn, ja, dat is wat moeilijker om te bewijzen. Maar het is wel degelijk van belang inderdaad. Oké, en als maar zoveel mogelijk mensen hetzelfde verhaal vertellen, dan kan je dus ook die mondelijke afspraken zou je kunnen bewijzen. Als daar een beeld uit
ontstaat, zal een rechter dat wel aannemen. Oké. En Gon zegt ook, ik dacht dat ik door de corporatiewet beschermd was. Maar dat is dus blijkbaar anders voor zelfstandig ondernemers dan consumenten. Ja, het probleem is dus eigenlijk inderdaad dat de ondernemer geen rechtsbescherming krijgt die de consument wel krijgt. En op zich is dat geen probleem als het gaat om een wat groter bedrijf die misschien zelfs een eigen jurist in dienst heeft. Die redden het wel. Maar die kleine ondernemer, de ZZP'er, gewoon de schilder op de hoek, die hebben niet die juridische kennis in huis om dit goed te kunnen beoordelen. En die hebben dus geen rechtsbescherming in dit soort gevallen. En je ziet dat bedrijven als Vandaag Online daar juist misbruik van maken door zich specifiek te focussen op die kleine ondernemer. Nou, en als die er uiteindelijk in wordt geluisterd en dat die ja zegt tegen die overeenkomst, dan zit die er ook daadwerkelijk aan vast. Zit je met de gebakken peren. Maar kan je er echt niet vanaf? Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om er vanaf te komen. En dat is met name als de ondernemer ja heeft gezegd tegen het aanbod op basis van argumenten die uiteindelijk niet juist blijken. Of als er argumenten zijn verzwegen die ook relevant zijn voor die overeenkomst. Bijvoorbeeld dat er een opzegvergoeding moet worden betaald. En wat moet je dan doen? Dan kan je op basis van dwaling kan je een brief schrijven. Dat je in die brief zet je heel kort, nou, ik wil die overeenkomst vernietigen omdat jullie mij onjuist hebben voorgelicht. Ik beroep mij op dwaling, dus ik vernietig hierbij de overeenkomst. Als je een overeenkomst vernietigt, dan wordt die in ieder geval juridisch gezien geacht nooit te hebben bestaan. En dan ben je er dus vanaf. Ja, maar het bedrijf heeft al gezegd naar de rechter te stappen als mensen er proberen vanaf te komen. Hoe kan je daar nou tegen weren als consument? Ja, je moet in ieder geval als je incassobureaus en zo op je dak krijgt, moet je altijd daarop reageren. Dus nooit je kop in het zand steken en niet meer reageren. Dat helpt in ieder geval niet. En het probleem bij die dwaling is natuurlijk, de partij die zich beroept op de dwaling, die moet ook de dwaling bewijzen. Mm. Dus nou, het is een één-op-één gesprek. Dus moeilijk om te bewijzen van, nou, ze hebben toen aangegeven dit en dat en dat. Nou, ja, als er maar genoeg partijen zijn, net als net, die aangeven, die een beeld van dat gesprek kunnen vormen, dan zal een rechter uiteindelijk dat wel aannemen en oordelen dat er inderdaad sprake is van dwaling en dat die overeenkomt. Dus verenig je in een groep eigenlijk. En dat kan. Meld je dan aan bij Kassa en stuur je ons een mailtje. Dan zorgen wij dat jullie elkaar vinden. Voor meer informatie en de link naar de voorbeeldbrief, want die heeft u geschreven, dan kun je terecht op onze site. Dank u wel voor uw komst. APPLAUS